Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij Transport Fever. Ik heb deze game al één keer eerder gedaan, maar ik wil vandaag samen met jullie gewoon lekker zelf aan het werk gaan. Second word, set length to ratio 1. Ja, ik weet niet precies hoe dit allemaal werkt. Ik weet wel hoe het werkt, maar om een nieuwe game te maken moet ik even kijken of hoe en wat. We doen medium, easy. We beginnen in 2000. Ja, 2000. Maar de bedoeling is dus eigenlijk om goederen overal naartoe te transporteren. Afgelopen vrijdag hebben wij een enorme gave livestream gehad. Dat is eigenlijk, als ik deze video opneem, vanavond. Dat is zo'n gave game, jongens, echt waar. Ik zou zeggen, als je eraan denkt, zal ik een linkje in de beschrijving zetten. Dan kun je de stream kijken. Dat heet Status Factory. En het lijkt een beetje hierop, alleen is alles in 3D, et cetera. Je bent niet first person, je loopt zelf en weet ik veel wat. Het is zo ongelooflijk gaaf, dus ik zou zeggen, check zeker eventjes de livestream of ga naar twitch.tv/blokkiegames/video's. Daar kun je de livestream ook terugvinden op de vrijdagavond. Alright, daar zijn we dan. Ik weet niet of deze game namelijk... Ik doe even de muziek uit voor de zekerheid. Want straks krijg ik daar weer claims over, daar heb ik niet zoveel zin in. Hey, maar welkom bij, status weet ik wat ik wil zeggen, bij Transport Fever. Transport Fever is een, transport game. Wij moeten namelijk goederen naar een ander goeder brengen. En zo moeten we dus alles, elke ding zeg maar, naartoe brengen. Eerst moeten we ons eventjes oriënteren waar alles zich bevindt. We hebben hier een aantal dorpjes, et cetera. Nou, ik heb nu al iets gezien wat hartstikke mooi is. We hebben namelijk hier... Even deze kant op gaan. Af en toe lijkt de game een beetje, omdat alles nog ingeladen moet worden. We hebben aan deze kant hebben we olie. Hier wordt olie gemaakt. Staat er ook Exmoth Olie Well. Hier wordt olie gemaakt. Maar, als we eventjes gaan kijken... De olie moet hier naartoe en daarvoor krijgen we dus brandstof en... Wat is dit? Fuel? Oil. En fuel. Ja, dus we krijgen olie doordat wij ruwe olie hebben. Dat brengen we hier naartoe. Dan wordt het dus omgezet in olie en brandstof. Nou, dat is hartstikke mooi. Want dat olie en het brandstof, dat heeft natuurlijk weer... de stad heeft dat weer nodig. Dus dan gaan we naar het stadje toe. En dan klikken we eventjes op een dinges bijvoorbeeld. Nou, die heeft daar niks nodig. Deze heeft bijvoorbeeld tools, brood en goods nodig. Maar je hebt hier ook dat hier dingen brandstof nodig heeft. Ik weet niet precies welke dat zijn. Volgens mij in de stad hebben ze dat ook nodig. Maar anders kunnen we dat altijd nog ergens anders naartoe brengen. Want dan zit ik even te kijken. Om even te kijken waar die staat. Wat hebben we? Olie en brandstof wordt eraan gemaakt. Kijk, hier hebben we dus dan weer olie en graan nodig. Om dus... blokjes te maken. Dat zijn, hoe heet het ook weer? Plastic. Om plastic te maken. Het is, soms kan het nogal behoorlijk lastig zijn. Dat geef ik al wel toe. Maar ja, als je het één keer een beetje door hebt, dan gaat het helemaal goed komen. We gaan het gewoon vanzelf zien. Laten we allereerst even deze twee met elkaar verbinden. Hoe doen we dat? Nou, met vrachtwagens. Niet met treinen, want treinen dat kost enorm veel. Even kijken, moet ik even kijken, die moet ik hebben. Truck station, dat doen we namelijk met vrachtwagens. Dus die brengen we hier naartoe. Dat kunnen net zo goed eigenlijk... hoe draait dat ding ook alweer? Oh ja, N en M. Kijk, dan brengen we deze gewoon hier naartoe. Hier staat dus al één vrachtwagenstation. En dan doen we er nog eentje. Die brengen we hier naartoe. Doen we een beetje draaien, zo. Oké. Wat we dus nou moeten doen, we hebben dus nu twee vrachtwagenstations, om zo maar te zeggen. Wat we dus moeten doen, is allereerst een lijntje trekken. Dat we dus verzorgen dat deze vrachtwagenstation hier naartoe gaat. Want hun leveren natuurlijk de goederen aan. Dus, klik hierop, een nieuw lijntje willen creëren. En dat wil ik van die naar die. En dan kunnen wij daar nog een andere naam voor geven. Dat is zeg maar olie van olie. Naar. Moet ik wel goed doen. Van olie naar. Brandstof, om zo maar te zeggen. Heb ik hier? Olie, brandstof. Maar voordat we dat ook maar überhaupt gaan doen, want je ziet natuurlijk nu nog geen vrachtwagens, et cetera, rijden. Moeten we eerst vrachtwagens gaan kopen. Dus, hoe doen we dat? Moet ik even kijken hoe dat ook weer werkt. Olie, brandstof.
Ja, dan wil ik graag hier vehicles. Oh ja, nee, ik weet alweer waardoor dat komt. Nee, kijk, we moeten eerst zo'n depot maken. Eerst zo'n garage. Kijk, road depot. Hier kunnen wij de vrachtwagens kopen. Nu zetten we hier neer. Heb ik hier. Bay Road Vehicles. We moeten dus vrachtwagens hebben. We hebben dus een vrachtwagen. Eventueel, die kost 409k. En een kleine vrachtwagen. Die is dus 260k. Hartstikke duur, maar goed. Hier kunnen 16 dingen in en hier kunnen 20 dingen in. Nou, dit is eigenlijk al bijna dubbel. Dus ik denk dat wij beginnen met. Ja, met vier van deze. Ja, 1, 2. Laten we eerst beginnen met 2. Dan zetten we ze op lijn 1. Zo, hatsjoe. Nou zie je dus. Dat even de tijd iets sneller. Dat er dus nu twee vrachtwagens gaan rijden. Eén vrachtwagen gaat erop af. Even kijken hoor, hoe dat ook weer werkt. Hij is nu aan het laden. Set online to brandstof. Kijk, nou komt de tweede, komt er ook aan. En nou gaan ze dus. Zometeen wordt hier wordt er dus het olie gemaakt. En het olie wordt dus hier naartoe gebracht. Zometeen. Waardoor de vrachtwagens die kunnen oppakken. Die dus brengen naar hier. Waardoor er dus weer brandstof en olie, of ja, brandstof en olie van gemaakt wordt. Dus op dit moment staat er nog niks. Omdat ze nog niet echt bezig zijn met produceren. Dat duurt nog heel eventjes. Zometeen komen ze eraan. We draaien nu verlies. Zoals je ziet. Maar dat gaat heel snel goed komen. Je ziet dat er nu de eerste olie, et cetera, wordt geleverd. Nou, de vrachtwagens moeten natuurlijk nog eerst even aankomen. Die hebben dus, straks hebben ze de olie dus binnen. Dan wordt het olie hier afgeleverd. En dan wordt het dus hier afgeleverd. En dan wordt er dus brandstof en olie van gemaakt. Dus dat hebben we nu al allereerst al gedaan. Want trein is namelijk enorm veel werk. Of ja, is niet enorm veel werk, maar is hartstikke duur. Dus het is een beetje jammer om dat te doen. Dus nu gaan we even verder kijken. Wat hebben wij nog meer? We hebben bijvoorbeeld. Even kijken. We hebben hier olie en graan. Daarmee maken we plastic. Nou, olie. Dat kan dus eventueel vanaf hier naar daar. Dat is een behoorlijk eind. Maar ja, straks kunnen we boten, vliegtuigen, et cetera, voor het transporteren kunnen we allemaal gebruiken. Dus we moeten eerst even kijken waar ongeveer een farm is. Die niet. Een farm. Kijk, hier is een farm. Hier krijgen we graan en dieren van. En hier ook. Alleen, dan zou die dus helemaal van hier naar hier. Zou die dus. Even kijken, is dat dichterbij? Ja. Dus we kunnen deze ook naar elkaar toe trekken. Zo. Dat er dus brood wordt gemaakt. En het brood kan dus dan weer naar het stadje toe. Want volgens mij hebben die brood nodig. Zie je dat? Dus daar gaan we ook mee bezig. Die vrachtwagens die redden zich wel. Dus doen we weer hetzelfde ding. Een road ding. Zetten we hier neer. Heb ik hier. Oh, tuut tuut. Nieuw vehicle available. We hebben een nieuwe trein. Leuk. Dan zetten we deze. Zetten we hier neer. One field will be removed. Nope. En dan zetten we er hier nog eentje neer. We hoeven ons geen druk te maken over stroom. Dat is ook alweer makkelijk. Zo. Dan kopen wij hier ook twee vrachtwagens. Laten we eerst even een lijntje trekken van. Een lijntje van die naar die. En die noemen wij dus. Even kijken. Van boerderij. Moet ik wel goed schrijven. Van boerderij naar. Verwerking. Zo. Dan kopen we weer twee vrachtwagens. Dezelfde vrachtwagens kopen we. De kleintjes. Dus 1, 2. En dan kunnen we dus. Set all line to boerderijverwerking. En dan gaan ze dus. Gaan die ook rijden. Zie dat? En dan gaan die dus ook. Bezig. En zodra hier dus alles gemaakt wordt. Dat hoeft nou nog niet. Maar zodra hier alles gemaakt wordt, dan wordt hier brood neergezet of eten. En die kunnen wij dus ook weer naar de stad toe brengen die hier is. En heeft de stad dus ook weer brood. Dus dat is wel heel erg makkelijk. Maar we wachten eerst dat alles een beetje in zijn werking gaat. Nou, we zien dus hier. Als het goed is, hebben ze olie meer. Kijk, 16 van de 16 olie. En die gaan dus alle kanten op rijden. Hartstikke makkelijk. We kunnen ook zelf wegen aanleggen, et cetera. Maar ja, goed. Waarom zullen we een weg aanleggen terwijl die hier er al ligt? Verder. Wat hebben we hier dan nog meer? Kijk, we kunnen natuurlijk ook twee keer doen, hè? Dat ik. Even kijken vanaf hier een weg maak daar naartoe.
Zodat als dat bord hier is gemaakt, dat we dus twee vrachtwagens laten rijden. Dat er eentje hier naartoe gaat en eentje naar deze stad. Want daar verdienen we namelijk ook enorm veel geld aan. Of naar deze stad, dit is misschien iets dichterbij. Maar als je dus een beetje kijkt hoe deze game werkt. Het is een beetje lastig soms. Maar zodra dat ook allemaal klaar is, je hebt straks overal op je lijnen en weet ik veel wat. Soms ben je wel helemaal de kluts kwijt van waar zit die ook weer, waar gaat die langs. Hoe werkt dit, hoe werkt zus, hoe werkt zo. Maar ja, zolang je zelf natuurlijk weet hoe het werkt, gaat het helemaal goed komen. Kijk, hier zijn ook alweer dingen gemaakt zoals je ziet. We hebben hier dieren, die zitten hierin in die kisten. En we hebben hier brood. Want deze wegen, we kunnen zelf ook wegen bouwen. Volgens mij gaan deze wegen gaan 50 km per uur. Als ik het goed heb. En die vrachtwagens gaan ook volgens mij max 50 km per uur. Of 60 zelfs. En dan komt hij weer hier naartoe. Oké, top. Maar hier krijgen we dus, je ziet hier ook de producten klaar liggen. Die worden allemaal gemaakt. En die worden hier dus geleverd. En dan moeten we dus dat die kant op brengen. Als het goed is verdienen we straks dan ook geld. Dat kan ik jullie wel even laten zien. Nu verliezen we geld. Maar straks, als deze hier wat aflevert, dan krijgen we als het goed is geld. Hoop ik. Nou, hier zie je de ruwe olie zie je al gebracht worden. Hier zie je het brandstof en de olie zie je hier gemaakt worden. En dat komt dus straks weer hierin. Nou, dan komt de vrachtwagen aan. En hoor eens daar, kling kling, hebben we geld. Er is een rondje rijden, wordt hier afgeleverd. Zie je dat? 127k krijgen we ervoor. Nou, dan wacht hij weer even. Maar dan gaat hij lossen en dan gaat hij weer terug. Zo makkelijk gaat dat. En zo ga je dus steeds sneller. We kunnen het straks dus met treinen doen. En we kunnen het straks met dingen doen. Want ik heb het vroeger altijd met treinen gedaan. Maar dat werkte niet. Want dan kregen we zo, maar dan ook zoveel schulden van. Joh. Dat was echt niet leuk. We kunnen altijd meerdere vrachtwagens erbij doen. Maar voorlopig doen we het nog even met twee. Ja, we zouden er eventueel nog eentje bij kunnen kopen. Laten we er eentje bij kopen. Dan mag die. Set line all to olie brandstof. Hebben we nu hier drie vrachtwagens rijden. En dan doen we dat hier ook. Hier nog een extra vrachtwagen erbij. Send online to broederijverwerking. We hebben dus nu drie vrachtwagens on the run. Nou, als het goed is, zie je hier dus de dingen afgeleverd zijn. De materialen om eerder te maken en de dieren. Of nee, hè? Ja, het graan en de dieren bedoel ik, sorry. En dan krijgen we hier dus zometeen. Kijk, hier wordt het weer aangeleverd. En dan krijgen we zometeen, ik weet niet precies waar het neergelegd wordt. Dan krijgen we zometeen dus brood. Dan moet je eerst wachten totdat hier brood wordt neergelegd, zeg maar. Volgens mij kun je dat ook aanpassen hoor. Terminals, charge. Terminals, boerderijverwerking, overview. We kunnen hem upgraden, maar dat is niet nodig. Maar eerst moeten we eventjes brood worden gemaakt. Dat duurt eventjes. Kijk, er worden er nu 18 gemaakt. Production per year. En er kunnen maximaal 100 dingen op. Dus, wat we dus nu weer gaan doen. We zetten weer zo'n truckstation. Zetten we dus in de stad waar ze het meeste eerst nodig hebben. Beetje in het midden, zeg maar. Kijk, zie dat? Stel, we zetten hem hier neer. Dan wordt de helft van of misschien dat we hem hier neerzetten. Misschien dat we er net iets meer van de stad kunnen krijgen. Zie dat? Het mooiste is als we de hele stad bij elkaar kunnen krijgen. Maar dat is soms nog wel een beetje lastig. Ja, dan zouden we hem dus eigenlijk hier neer moeten zetten. Bijvoorbeeld. Kijk, dan zetten we hem gewoon hier neer. Tok! Er zijn wel een paar huizen kapot, maar dat maakt niet uit. En dan zetten we weer een lijntje. En je kunt dus zien hoeveel lijnen je op een gegeven moment allemaal kan krijgen, hè. Lijntje na lijntje is eten stad. Ik denk dat we daar voorlopig nog wel met één vrachtwagen afkomen. Oh, we kopen er direct twee. Zet online to eten stad. Nou, die komen dus. Dan kunnen we wel eventjes. Hoe kunnen we dat ook weer doen?
Je kon ze namelijk aanzetten dat ze alleen dat bepaald product meenamen. Maar volgens mij gaat dat vanzelf. Kijk, er is nu production 70, dus het houdt in. Als die op de 100 staat, dat er dus niks meer wordt geproduceerd, omdat die dus vol zit. We gaan even kijken wat die vrachtwagen gaat doen. Kijk, zie dat? Nou is er dus voer geleverd. Voer om mij dan eten. Even kijken. Hier komen de twee nieuwe vrachtwagens aan. Die nemen het eten mee. Zie dat? Brrrts. Die heeft het eten nu vol zitten. Die kan op dit moment niks meenemen omdat er nog niks is geproduceerd. En zo gaat het de hele tijd zijn gangetje. En moeten we dus hier eventjes meer na gaan kijken. Want je ziet dat deze nu heel veel gaat produceren. En hier hebben wij dus brandstof en fuel. Dus dan moeten wij die ook naar de stad toe brengen. Tenminste, die hebben geen brandstof en fuel nodig. Dat heeft weer iets anders nodig. Dus we moeten even een ding eens vinden waar ze brandstof en fuel nodig hebben. But where? Hier hebben ze olie en graan nodig. We hebben een melding. Dat zal wel. Brandstof en fuel. Hier hebben ze in ieder geval brandstof nodig. Of fuel. Ik weet niet precies waar je het fuel neer moet zetten. Of ja, ik zeg wel fuel en brandstof, maar dit is olie en brandstof. Dus we moeten het eventjes zoeken. Even kijken hoor. Ja, maar deze heeft olie nodig. Dat is leuk. Maar waar moet het brandstof dan heen? Maar volgens mij heeft de stad dat niet echt nodig. Ja, hier. Industrial. Die heeft dus ook brandstof nodig. Zie je dat? Is dit allemaal industrie? Ja, oké. Dan kunnen we dus hier in ieder geval ook zo'n ding neerzetten. Voor brandstof. Een tijdje geleden dat deze game heb gespeeld namelijk. Zo. Dan trekken we dus weer een lijntje van hier naar hier. Dus dat is dan brandstof naar de stad. Kopen we weer. Want volgens mij kun je dat dan zo doen. Bij road vehicles. Bye. En volgens mij kunnen we dan... Kijk, hier kunnen we eens aanzetten dat hij alleen brandstof meeneemt. En niks anders. En die gaat naar een brandstofstad. Hebben die in ieder geval brandstof? Want dit upgrade natuurlijk ook allemaal. Alleen het olie moeten we daar nog kwijt. Ja, maar we kunnen hier sowieso de olie naartoe brengen. Maar dan hebben we ook weer graan nodig. Dus dan moeten we ook weer een graan ding zien te vinden. Dat is weer hier. Want de stad heeft geen olie nodig, hè? Nee. Dat is wel een beetje jammer. Ik zit even te kijken hoe we dit het makkelijkste kunnen doen. Want het brandstof wordt nu hier naartoe gebracht, dat is prima. Maar we hebben ook nog olie, dat kan dus hier naartoe. Maar dan hebben we ook weer graan nodig. Maar dan moeten we een boerderij dicht in de buurt hebben. En volgens mij is het dichtstbijzijnde boerderij of dit, of die. En die moet dan helemaal daar naartoe. En dat is echt nent. Dus daar kunnen we op zich wel een grotere doen. Hoe gaan we dat doen? Zetten we hier weer eventjes zo'n ding neer. Die gaat daarheen. Dus we gaan ons eerst focussen op de brandstof. Of op de olie, sorry. Dus die gaat van die naar die. Dat is dus de olie naar plastic. Ja, en dan moeten we nog het graan
naar de plastic. Dus dat is graan. Plastic. Zo. Dus wij kopen vanaf hier bij Road Vehicles. Kopen we een grotere vrachtwagen. Bye. En die mag alleen graan meenemen. Zo. En die mag dus alleen van graan naar plastic. Dat is dus de grote vrachtwagen. En dan kopen we er hier ook nog eentje. Ook een grote vrachtwagen. Bye. En die mag alleen olie meenemen. Set line to olie plastic. Hebben we dat in ieder geval tot nu toe gefixt. Als het goed is werkt dat nu allemaal. Hoop ik. Die moeten echt een enorme end afleggen. Maar ja, dan krijgen we dus hier straks ook weer plastic. En dat plastic kan weer naar de stad toe. En zo ben je alsmaar bezig en bezig en bezig om alles dus te... voor elkaar te krijgen dat de stad dus alle goederen heeft. Dus ja, zoals je ziet is dat nog best wel lastig soms. Maar het is wel heel leuk. Het is wel echt nadenken van hoe kunnen we dit het beste doen. Wat is het makkelijkste om te doen. Dus we gaan het zo doen. Jongens, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Transport Fever. Laat even in de reactie weten of ik dit vaker moet doen of niet. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Dat zou ik super tof vinden. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Kalm!